Erwin van der Looij, zondag tegen AZ. Dat wordt een belangrijke wedstrijd omdat je ook iets goed te maken hebt. Vind je ook niet? Nou ja, we hebben 2 punten laten liggen tegen RKC. Waar we van tevoren zeiden, ja, die moeten we gewoon in eigen huis houden. Dus wat dat betreft ben ik het met je eens. Aan de andere kant is het niet anders dan anders dat we gewoon iedere wedstrijd resultaat willen halen en punten willen halen. Dus dat verandert er in principe niet. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, maar ik kan me toch niet voorstellen dat niet een schok heeft teweeg gebracht in de ploeg. Nou ja, zeker. En vooral de manier waarop. Als je de eerste helft de wedstrijd totaal onder controle hebt. En eigenlijk met 1-0 rusten was misschien nog wat aan de magere kant. Tweede helft begin je zwak, geef je een goal weg. En daarna krabbel je weer op. En trek je het initiatief weer naar je toe. En lijkt je uiteindelijk de wedstrijd te winnen. 2-1 maak je, krijg je een paar dikke kansen. Ja, vervolgens in de blessuretijd geef je het nog weg. Ja, dus dat natuurlijk is dat zeer teleurstellend. Dat begrijpen we allemaal. Ja, je geeft het weg, hè? Het was puur een fout van de verdediging. Nou ja, er gingen een paar fouten aan vooraf. Hè. Je weet als zij met Kramer en Sawada spelen, twee grote sterke jongens, en ze willen ballen erin gooien. Ja, dan moet je in ieder geval zorgen dat je er alles aan doet om de voorzet eruit te halen. Ja, dat lieten we 2 keer na en dan zie je wat het voor consequenties het heeft. Het is niet alleen een kwestie van kwaliteit, maar het is een kwestie van urgentie. Dat is het toverwoord hier deze week. Nou, er is geen toverwoord hoor. Dus was het maar zo makkelijk dat er een toverwoord was. Nee, maar het gaat erom dat je iedere keer weer alles eraan doet om en een goal te willen maken. Maar ook een goal te willen voorkomen. Want we hebben het nu alleen over de goal die dan op het laatst nog valt. Maar we krijgen natuurlijk ook 2 hele grote kansen na de 2-1. En dat... Nee, dan heb je het ook over als je van zo dichtbij, als je dat woord dan toch wil gebruiken, kan je het ook in die context gebruiken. Is dat ook, trek je dat als technische staf ook aan, dat gebrek aan urgentie? Nou, natuurlijk, het is heel simpel. Wij zijn verantwoordelijk en ik ben eindverantwoordelijk voor wat we met elkaar doen. Dus natuurlijk voel je altijd, trek je dingen aan en ben je dag en nacht mee bezig om dingen te verbeteren. Dus dat is, lijkt me niet meer dan logisch. Je gaat natuurlijk spelsituaties terugkijken, je traint erop, maar het is ook een psychologisch gebeuren. Jawel, je hebt het er met elkaar over, je traint erop, je laat beelden zien, we zijn er gewoon mee bezig. En je hoopt dat het kwartje gaat vallen en dat we dingen beter gaan doen. Dus zo moet je gewoon keihard doorwerken, zo werkt het soms ook. Tegen AZ, ja, gewoon weer nieuwe kansen natuurlijk, je gaat gewoon voor de punten. Uiteraard. Dus we moesten even 2 dagjes herstellen van die teleurstelling. Maar daarna moet je ook gewoon weer de rug rechten. En we hebben gewoon getraind. We hebben ons goed voorbereid op AZ. Het is een goede ploeg. Jonge ploeg met heel veel talent erin. Goede spelers. Goede manieren van spelen. Maar dat geeft ook altijd wel weer net even wat iets meer ruimte voor ons om zelf te kunnen voetballen. En dat is ook wel lekker. Ja, maar als ze gelijk spelen tegen Galatasaray, dan zou het wat zijn dat Heracles daar ook gelijk speelt of zelfs wint. Ja, zeker. Ze hebben ook een ander budget. Dus het is een prima uitdaging voor ons. Maar we hebben ook al eerder bij andere tegenstanders prima wedstrijden op de mat gelegd. Die ook een beter budget hebben en meer keuze hebben misschien in spelers. Dus dat zegt niet altijd alles. Nog even over die wedstrijd van vorige week. Na afloop was Jess Hornkamp voor de camera's van ESPN behoorlijk uitgesproken op zijn kritiek op het beleid van de trainer. Wat vind je daarvan? Wat vind ik daarvan? Nou ja, ik vind hij mag. Ik zal nooit een speler zeggen dat hij iets niet moet zeggen. Of dat hij daar staat. Hij moet altijd zelf weten wat hij wil zeggen. Ik hou ervan om het liever intern te zeggen. En sowieso vond ik het niet helemaal gepast om op dat moment na de wedstrijd, waarin we op het allerlaatst als team een 2-1 voorsprong weggeven, om het over dat soort dingen te hebben. Volgens mij gaat het altijd om het team. Dus dat heb je hem nog wel even laten weten? Natuurlijk hebben we erover gepraat, maar je moet er ook niet groter maken dan het is. Jis is een jongen met het hart ook op de tong voor een deel. En dat is ook prima. Voor zondag iedereen fit? Nou ja, behalve de lang geblesseerde jongens is iedereen fit. Dus dat betekent dat we inderdaad dezelfde groep hebben als vorige week.